mensen, goedenavond. Welkom bij de Oudejaarsconferentie 2022. Als we het jaar 2022 gaan uitlachen, welk onderwerp mag er dan niet ontbreken? Roep maar, kom maar. Matthijs van Nieuwkerk, ja. Hoe? Welen? Sorry, ik kan wel overal tegelijk kijken, maar niet overal tegelijk luisteren. Dus, Poetin, zeker komt hij terug. De Voice, hoor ik. Glennis Grace. Siewert van Liemde. Oh ja, vorig jaar zijn mondkapjesdeal gesloten. Dit jaar door de mand gevallen. Of ja, door de mand vallen. Mwah. Iedereen haat hem, maar wel 9 miljoen verdiend. Is dat dan een slechte deal? Ja, maar hij had gelogen. Ja, zo werkt het in Nederland. Als je een keer liegt, dan is dat vooral heel lullig voor de mensen om je heen. En lieg je 2 keer of meer, zoals Siewert van Liemde, dan haat op een gegeven moment heel Nederland je. En lieg je altijd, dan ben je minister-president. Ik denk dat bij Siewert de verleiding in heeft gewonnen van zijn integriteit. En de vraag is of je dat hem kunt kwalijk nemen. Geef mensen een pot met honing en ze willen honing. En Siewert wil ook alleen maar meer en meer en meer. En dat komt omdat ons brein is ontstaan in de oertijd. Ons brein is gemaakt in tijden van schaarste. Ja, en in de oertijd, als er dan ergens een kip voorbij liep of een konijn, dan dacht je brein, pak maar wat je pakken kan, want je weet nooit wanneer je weet eten krijgt. Inmiddels leven wij in een tijd van overvloed. En dus als wij nu de koelkast opentrekken, blijkt ons brein niet meegeëvalueerd en zegt ons brein nog steeds, pak maar wat je pakken kan, want je weet nooit wanneer je weet eten krijgt. Maar ik weet wel wanneer je weet eten krijgt. De eerste volgende keer dat je de koelkast weer opentrekt, denkt je brein, pak maar wat je pakken kan, want je weet nooit wanneer je weet eten krijgt. En daarom heeft 52% van de Nederlanders geen overgewicht, maar gewicht over. Dat komt daardoor. Nog iets? Natuurprotesten. Natuurprotesten, ja. Zeker. Ter Apel. Oh ja. Daar heb ik wel ook een grap over, maar die ligt nog buiten in de kou. Queen Elizabeth. Oh ja, ook dit jaar. Queen Elizabeth. Ja, 96 jaar. Geheel onverwachts overleden. 96 jaar. Geheel onverwachts overleden. Ik vond er altijd al een beetje stijfjes en nu is het ook echt. Het programma Spoorloos had de verkeerde geadopteerde aan de verkeerde families gelinkt. Ja, dat is super erg voor die mensen zelf, maar voor ons heel grappig. Want wat was er gebeurd? Nou, er was in Colombia en in Indonesië had het programma medewerkers die het vinden van iemand belangrijker vonden dan het vinden van de juiste persoon. Ja, dus er zijn in Nederland gewoon 10 jaar lang mensen geweest die al 10 jaar lang met kerst cadeautjes stuurden naar Juan in Colombia, waarvan ze later dachten, is het dan wel echt Juan? Of is het dan wel echt Pedro? En het werd pas echt pijnlijk toen de presentator van het programma, Dirk Bolt, uitleg ging geven bij een tv-programma. Hij zat bij Galit en Sophie. Galit en Sophie, dan denkt, is het dan ook wel echt Galit? En toen zei hij, ja, iedereen gaat nu zeiken over dat Spoorloos niet helemaal zou kloppen. Maar tegelijkertijd, we hebben ook 4000 families wel aan de goede mensen gekoppeld. Dus ja, procentueel gezien is het eigenlijk niet meer dan een normale foutmarge. Hey, fair point. Jutta Leerdam is weer vrijgezel. Ja, oh, sorry. Ja, voor de vrouwen die niet weten wie Jutta Leerdam is, vraag aan je man. Ja. Voor de mannen die niet weten wie Jutta Leerdam is, lieg niet. Dat, die superknappe schaatster. Zijn er nog meer dingen waar we het over moeten hebben? Schiphol. Schiphol, heel goed. Ja, dat was een hele zomerdrama. Ze hebben het nog steeds niet opgelost, hè? 2 weken geleden speelde ik deze show in Hoofddorp. Smiddag sta ik nog gewoon bij de Albert Heijn. Sluit ik netjes aan voor de kassa. Blijk ik ineens in de rij te staan voor vlucht KL1509 naar Alicante. Knettergek. Dat drama in dat voetbalstadion in Indonesië, 1 oktober, 12 weken geleden. 170 doden, traangas. Jullie denken, boeien, maar vergeten. Nee, maar weten we dat nog? Ja, super heftig. Ja, misschien voor mij dubbel heftig, maar
Op een of andere manier raakt het mij, want een ex-vriendin van mij, die zou dus 12 weken geleden op zaterdagavond in Indonesië precies in dat stadion hebben moeten zijn. Vind ik. Maar je hebt die als een hand, zo stok. Frits van Eert. Ja, ja, nee, je hoeft niet uit te leggen dat het Van Duurmo is. Gaan we zeker nog terugzien. Ja, en ik wil sowieso vooraf ook nog even gezegd hebben... fantastisch dat jullie er allemaal zijn. De hele tour was de hele tijd uitverkocht. En ik snap ook wel waarom het is uitverkocht. Want een avondje Guido Weijers in het theater is tegenwoordig goedkoper... dan thuis zitten met de verwarming aan. Snap ik ook. Maar de gasprijzen zijn knettergek geworden, hè? Ik dacht altijd dat je oorlog voeren deed met wapens. Maar blijkbaar kan Poetin gewoon de gaskraan dichtdraaien... en het Westen raakt volledig in paniek. Poetin heeft de macht. En Poetin kan gewoon de gaskraan dichtdraaien... en tegen de Oekraïne zeggen... zo, nu wordt het voor jullie een hele koude oorlog. Poetin heeft de macht. Poetin is een tiran. Sommige mensen zeggen, Poetin is een soort Hitler. Dat zou ik zelf nooit zeggen, want Hitler zou natuurlijk nooit de gaskraan dichtdraaien. Wat mij opvalt dit jaar, iedereen zegt dat de aarde opwarmt... en toch zitten wij deze winter met z'n allen in de kou. Er is eigenlijk maar één iemand die daar voordeel bij heeft en dat is... Wim Hof, de Iceman. Ja, ik vind hem echt supergoed passen bij dit jaar. In een tijd waarin er crisis is... en waarin je voelt dat er gewoon een soort veenbrand gaande is... van agressie, van frustratie, van opgekropte woede. En niet alleen maar online, maar ook bij mensen onder hun huid. Dat de wereld een beetje verandert in een fucking jungle. Dat er gewoon mensen steeds zichzelf ophitsen. Dat mensen steeds meer koken van woede. Is gewoon super tof dat er een gast gewoon zegt... hey, ik heb cursussen afkoelen. Ja. Wim Hof heeft cursussen afkoelen... en cursussen ademhalen. En ik heb bij hem zo'n cursus ademhalen gedaan. Of ja, niet echt een cursus. Ik heb een YouTube-filmpje gezien. En dat YouTube-filmpje duurt 11 minuten. Normaal gesproken kan ik niet eens 30 seconden mijn adem inhouden. Maar als je 11 minuten lang doet wat Wim Hof zegt... kon ik in ieder geval binnen die 11 minuten... moeiteloos 1,5 minuut mijn adem inhouden. Dat werkt echt. Wim Hof. Een beetje afkoelen... en ademhalen. Be in this moment. Let the body do what the body is capable of doing. Be aware of your heartbeat. Slow it down and just be in this moment. Okay, recovery breath in. 5, 4, 3, 2, 1, take a deep breath in. Even voor iedereen die zich op dit moment misschien nog onveilig voelt... of die zich niet op zijn gemak is. Als je onveilig voelt, kijk me dan nog even aan... en maak even met je hand dit gebaar. Dit is het internationale gebaar voor ik ben in nood... Dat was een rage op TikTok. We kennen natuurlijk allemaal al het gebaar. Love. We kennen allemaal. Power. We kennen allemaal. Misbruik bij The Voice. En sinds dit jaar hebben we dus ook Ik ben in nood. Het internationale signaal. En waarom moet je daar een signaal voor hebben? Heel simpel. Je kunt niet altijd om hulp schreeuwen. Het is dus heel belangrijk dat je ook dit kunt doen. Want stel, je zit thuis en je man slaat jou... en je bent in een Zoom-meeting of in een Teams-meeting met collega's... dan kun je niet zeggen, mijn man slaat me, want dan hoort je misschien. Maar je kunt wel in de camera dit doen. En dan weten jouw collega's... hey, de eerstvolgende keer dat we diegene spreken... moeten we het gesprek aangaan, want diegene heeft hulp nodig. Nou, afgelopen jaar was er een meisje van 14 in Amerika. En dat meisje werd ontvoerd.
Dat zit achter in het busje bij de ontvoerders. Er komt een motorrijder voorbij over de snelweg. Zij maakt naar die motorrijder dit gebaar. Die motorrijder herkent dat, belt de politie en het meisje is gered. Dus op zulke momenten besef je hoe belangrijk zoiets kan zijn, hè? Blindeer je busje. Ik denk, als dat meisje dit had gedaan, was ze ook gered. Maar toch. Maar het was een TikTok-dingetje. Ja. TikTok is sowieso dit jaar de rage. TikTok is verdubbeld in schermtijd en aantal gebruikers. En het is vrij logisch. TikTok is namelijk ook twee keer zo verslavend. Twee keer zo verslavend als Facebook en Instagram bij elkaar. Hoe kan dat? Heel simpel, ons brein is ontstaan in de oertijd. Ons brein gaat af op gevaar. Gevaar is vaak in de jungle bewegend, iets in de bosjes. Dat is gevaar. Dus bijvoorbeeld Facebook, dat was vooral tekst. Met af en toe een plaatje, is wel doorgeëvalueerd, maar zo begon het. Instagram was al meer beeld. En TikTok is alleen maar bewegend beeld. Dus jouw brein focust automatisch op gevaar. Maar sterker nog, het doet je brein helemaal geen pijn. Want het mooie van TikTok is, als jij een filmpje niet leuk vindt, woep, swipe je weg. En als je een filmpje wel leuk vindt, dan blijf je bewust of onbewust net iets langer hangen bij dat filmpje. Al is het maar een tiende van een seconde of twee tiende van een seconde. En TikTok bouwt razendsnel een algoritme op. En binnen een half uur is dat algoritme sneller dan jouw eigen brein en zie jij alleen nog maar dingen die jij leuk vindt. Ik wist helemaal niet dat dat algoritme zo knijterhard werkte. Dus ik zit op een verjaardag en ik had 2 dagen TikTok. Ik zeg, ja, TikTok is hartstikke leuk hoor, maar tegelijkertijd, het is niet heel veel meer dan alleen maar een beetje crazy kickbox knockouts en dansende meisjes in bikini. En een vriendin van mij kijkt me aan en zegt, dat is gek, ik zie alleen maar schattige puppies. Ik denk, we hebben een ander algoritme. TikTok is digitale cocaïne. TikTok doet je brein geen pijn. En iedere keer als we scrollen en we zien iets leuks, komt er een shotje dopamine. Hop. Welcome to the jungle. We've got fun and games. Iedere keer dopamine en een lekker filmpje. We've got everything you want, honey. TikTok is digitale honing. En tegen onze kinderen zeggen we, hey, niet meer dan 1/2 uur op die iPad. Wat hadden we nou gezegd? Leg die iPad aan de kant. Ja? We vragen kinderen om de verleiding te weerstaan, maar dat is niet te doen. Er zijn op deze wereld duizenden marketeers die alleen maar één doel hebben. En dat is ons tot slaaf maken van social media, TikTok en alles bij elkaar. En dan moeten onze kinderen moeten dan weerstand bieden aan de verleiding. Dat is niet te doen. En er zijn op deze wereld duizenden marketeers die maar één doel hebben, ons zo verslaafd mogelijk maken aan suiker en snoep. Nou, dus voor de kinderen leggen ze dan lekker gewoon alle snoep op ooghoogte in de supermarkt. En dan bij de kassa leggen ze nog een keer snoep neer, dat die kinderen continu in verband worden gebracht. Oh, ze zien het iedere keer, ze worden knettergek. En dan zeggen we tegen die kinderen, je moet de verleiding weerstaan. Dat is niet te doen. Dat is voor volwassenen al niet te doen. Je kunt mij ook niet in een kamertje zetten van 3x3 samen met een naakte jutaleerder en dan zeggen, Guido, nergens aankomen, hè? Dat is niet te doen. Je kunt ook niet bij Caroline van der Plas ergens een pan gehaktballen voor de neus zetten en dan zeggen, niet opeten, hè? Dat is niet te doen. Geef mensen een pot honing en ze willen honing. Ik heb een vakantiehuisje in Zuid-Limburg. En daar zit sinds 2 zomers de Aziatische hoornaar. Wie hier weet wat een hoornaar is? Een wesp. Ja, een hele grote wesp. Van 3,5 centimeter. Een monsterwesp. Ja, de Telegraaf kopte dit jaar in, de monsterwesp rukt op in Nederland. En de Europese hoornaar zat hier al veel langer, maar nu dus ook de Aziatische hoornaar. Ik heb meteen op Wikipedia gekeken, wat is dan precies het verschil? Nou, de Aziatische hoornaar is iets kleiner dan de Europese hoornaar. Nou, klinkt logisch. En hij is minder geel. Nou, dat vond ik weer gek. Maar het staat op Wikipedia. 5 jaar geleden was er nog maar 1 nest van hoornaars in Nederland gespot. Van Aziatische hoornaars. Afgelopen jaar,
al 49. En ze nemen al onze frietenten over. Hoornaars zijn jagers. En ze jagen op nesten van honingbijen. En nu komt het mooie van het verhaal. Honingbijen kunnen zich individueel niet verdedigen tegenover de hoornaar. Want heel simpel, als een bij in het nauw komt, steekt hij. Maar als een bij steekt, gaat hij zelf dood. Maar wat doen die bijen? Als die hoornaar aanvalt, duiken die bijen met een hele zwerm bovenop die hoornaar. Dan vormen ze een bol rondom die hoornaar. Dan gaan die bijen massaal tegelijk met hun vleugeltjes trillen. Dan warmt die bol op, wordt het midden in die bol 46 graden. En bij 46 graden gaat die hoornaar dood en die bijen net niet. Mooi verhaal, hè? Het is niet waar, maar het is dus wel waar. Het is dus wel waar en daarom vind ik dit zo fucking fascinerend. Ik vind het zo prachtig dat de natuur zulke ingenieuze oplossingen heeft. Dat er gewoon een bol is die opwarmt, zodat zijn grootste vijand doodgaat. De natuur is soms ook meedogenloos. 5 jaar geleden kreeg een vriend van mij de diagnose longkanker stadium 4. En dat is stadium 4 van 4. En het enige dat we toen dachten is, ja, we moeten elkaar nog vaker zien. We moeten vaker afspreken in dat huis in Zuid-Limburg. En het is ergens ook wel mooi om te merken dat als je in een bepaalde fase van je leven zit, dat je een ander soort gesprekken krijgt. Gesprekken over grote dromen, kleine wensen. Ineens werd wandelen een ding. Gingen we wandelen. Hadden we altijd dezelfde route. Gingen we altijd vanuit het huisje. Beneden naar het bankje. Vanaf het bankje heuvel op. En vanaf bovenaan slingerweg richting het bos. Langs de weilanden, langs de heg, weer terug naar het huis. Kilometertje of 3, gewoon rustig aan. Ik zou willen dat dit het ergste verhaal is dat ik vanavond aan jullie ga vertellen. Maar afgelopen jaar ben ik zelf gevraagd voor het tv-programma Marble Mania. Een programma met knikkers. Waarbij BN'ers in een rode, een gele en een blauwe trui moeten gaan staan. Verder niks hoeven te doen. Dan worden de knikkers in een knikkerbak gegooid. Rode, blauwe en gele knikkers. Nou, die gaan vanzelf rollen. Die doen ook niks. En het ergste is, Jack van Gelder doet dan verslag van die knikkerbaan alsof die knikkers een vrije wil hebben. Let op. Ja, we zijn weg. We zijn weg met blauw. Blauw voor 2 keer rood. En we gaan de jungle in. En je weet het, in de jungle is het onbreken. Want het is opeens blauw. Blauw. De achtervolging wordt ingezet door 2 keer rood. 2 keer rood. Geel zit erachter. Geel. Rood in de achtervolging. Rood in de achtervolging. Geel gaat heel goed. Geel gaat heel goed. Heel goed. Geel. 2 keer geel, 3 keer rood. 2 keer geel, 3 keer rood, 1 keer blauw. 2 keer geel, 3 keer rood, 1 keer blauw. 2 keer blauw, 3 keer rood. Het is verdomme alsof je keyboard aan het spelen bent in de Josti bent, of niet dan? Geel, geel, blauw, blauw, rood, geel, blauw. Nee. Overigens, ik wil een te dom programma niet in verband brengen met de Josti Band, hè, maar wel heel graag Mongolen en Jack van Gelder in één zin noemen. Dat is eigenlijk wat ik wil doen. Nee, maar 7 miljoen jaar evolutie heeft ons gebracht bij een programma met knikkers. Dommer kwam wordt het niet. En hebben ze juist mij voor dit programma gevraagd. Nou, dus ik heb ja gezegd. Nee,
Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Nee, domme, ik ga het... Jack Vergelder die schreeuwt naar knikkers, dat slaat nergens op. Jack Vergelder heeft net zoveel invloed op die knikkers als ik op de stand van mijn ogen. Gewoon helemaal niet. Jack Vergelder heeft net zoveel invloed op die knikkers als Piet Paulusma op het weer. Ja, oh, ja, dat is ook dit jaar, hè, Piet Paulusma. Piet Paulusma is dit jaar het weer van dichtbij gaan bekijken. Maar het heeft geen zin om te schreeuwen naar knikkers. Dat slaat nergens op, want knikkers die luisteren niet. Knikkers hebben geen gevoel, die hebben geen ziel. Die zijn een soort Sigrid Kaag. Het heeft geen zin om te schreeuwen naar knikkers. Maar volgens mij zijn wij allemaal knikkers. Ik denk niet dat ik gewoon een knikker ben. Ik word gewoon gerold door het leven. En ik heb zelf ook helemaal niet zoveel invloed op waar mijn leven naartoe gaat, joh. Ik denk dat wij knikkers... Ik denk alleen dat de illusie van een vrije wil de reden is van ons ego. Ja, dat zei ik laatst op een feestje. Ik zei, denken jullie ook niet dat alles één energie is in beweging? En dat we allemaal één bewustzijn zijn dat zichzelf subjectief waarneemt? En dat ons ego eigenlijk de enige reden is dat wij ons als afgescheiden individuen ervaren. En een vriendin van mij, die keek me aan. Toen zei ze... Moet je kijken, wat schattige puppy. Marble Mania, een programma met knikkers. Maar we hadden ook nog Blow Up, een programma met ballonnen. Gepresenteerd door Martijn Krabbe. Ik snap wel, als je een programma met ballonnen... Hè, dat je dat dan laat presenteren door Martijn Krabbe. Want Martijn Krabbe lijkt zelf ook steeds meer... Maar vorig jaar hadden we al het programma Chocola. Hè, de quiz waarbij BN'ers moesten raden, is iets echt of is het van chocola? Dit jaar hebben we dus Marble Mania, iets met knikkers, iets met ballonnen. We hadden Domino Challenge, Lego Masters. Hey, ik ontdek een trend. Alles wat kinderen leuk vinden, daar maken we tegenwoordig een nieuw programma van. Nou, dan zal iedereen het wel leuk vinden. Nee, maar als het zo simpel is, gewoon kindertrends pakken en die omzetten op programma, dan hebben we geen John de Mol meer nodig, toch? Nee, dan verzin ik ook nog zo wel wat nieuwe tv-programma's. Welkom bij Zandbrak. De quiz waarbij BN'ers moeten raden, is iets eetbaar of is het zand? Bakkers klaar, zandbakken maar. Welkom bij Verstoppertje. Hier zijn uw teamcaptains Ali B. en Marco Borsato. En hier is uw quizmaster Frank Masmeijer. Live vanuit Ter Apel, terug naar je eigen land, ter zee door de lucht. Het is niet echt een kinderprogramma natuurlijk. Maar... Trouwens, even ook... voor alle mensen die klagen over vluchtelingen. Oh, het zijn alleen maar gelukszoekers. Wie hier in de zaal zoekt er geen geluk? Punt gemaakt. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, drie mensen. Even terug naar tv-programma's. Hoe dom wil je het hebben? Want lieve mensen, dit is toch al te lullig. Imbeciel en onbenullig. Maar hé, er zit een knop op je tv. Die helpt je zo uit de... Puree. Druk hem in en... Ga maar mee. Over de boeren ga ik een genuanceerd verhaal vertellen. Nou, Guido, vertel ons, ben je voor of tegen de boeren? Ik ga een genuanceerd verhaal vertellen. Ja, dat is goed, maar vertel ons, ben je voor of tegen? Ik ga vandaag niet vertellen wat jullie willen horen. Ik ga vandaag vertellen wat ik vind. En lieve mensen in de zaal, ik kan je nu alvast vertellen... over alle onderwerpen in het leven, ja, over geld, liefde, religie... wij gaan nooit, maar dan ook nooit, 100% over al die onderwerpen hetzelfde denken. En laten we vooral onze verschillen accepteren en niet elkaar de maat nemen. Er zijn heel veel mensen die vanavond misschien een verwachting hebben, maar het is dan jullie verwachting. Ja, maar ben je nou voor of tegen? Nee, mag je ook gewoon voor de boeren zijn en tegen de bio-industrie?
Mag je ook voor de boeren zijn en tegen Yvonne Jaspers? Mag ik voor de boeren zijn en tegen supermarkten? Supermarkten zorgen ervoor dat boeren tegen dumpprijzen hun producten moeten verhandelen. Mag ik daar ook ergens tussenin zitten? Afgelopen jaar stond ik achter de boeren. Vaak in de file, maar achter de boeren. En ik had sympathie voor de acties van de boeren. Alleen, dat werd een beetje minder toen ze op een gegeven moment asbest op de snelweg gingen flikkeren. Ja, want heel simpel, de aanklacht is jullie vervuilen te veel. Als je dan asbest op de snelweg gaat flikkeren om te laten zien dat je niet vervuilt, dat is niet heel handig. Een boer die asbest op de snelweg flikkert om te laten zien dat hij niet vervuilt, dat is een beetje hetzelfde als de zoon van Glennis Grace die vanuit de Jumbo zijn moeder gaat bellen om de boel te komen sussen. Dat werkt juist niet. Maar ja, hoe kunnen we dan wel respect houden en een beetje begrip krijgen voor elkaar? Misschien moeten we er gewoon een soort kinder-tv-format van maken. In de oertijd, toen de Nederlandse vlag nog rood boven had, toen het woord stikstof nog niet bestond, toen ving iedereen zijn eigen voedsel. En als er ergens een kip voorbij kwam, vingen we een kip. Als er ergens nootjes geraapt moeten worden, raapten we nootjes. Iedereen zorgde voor zijn eigen voedsel. Natuurlijk, weet je, in de oertijd hadden mensen ook veel liever met een iPhone een of andere flitsbezorger een pokeball laten bezorgen. Ja, maar heel simpel, een iPhone had je nog niet. Een flitsbezorger hadden ze nog nooit van gehoord. En een pokeball vonden ze ook in de oertijd echt al een belachelijk concept. Dus kwamen er groepjes mensen die zeiden, maar als wij nou het eten maken voor het hele dorp, dan kunnen heel veel andere mensen andere dingen gaan doen. En zo ontstonden boeren. Nou, en sommige boeren hadden dan wat mais en wat graan of wat bieten. En andere boeren hadden dan wat koeien en wat kippen. En weer andere boeren hadden dan wat knolraap, pastinaak en vergeten groenten. En de slager en de bakker en de groenteboer, die zorgden allemaal dat het binnenkwam. En die zorgden dat het hele dorp te eten had. Tot zover geen probleem. En toen kwamen er supermarkten. En de supermarkten, die zeiden tegen de boeren, dat is goed nieuws voor jullie. Want wij zitten door het hele land, of door een hele regio. Dus als je bij ons gaat leveren, kun je meteen leveren aan het hele land. Maar, andersom is het ook waar. Wij kunnen ook kiezen uit boeren door heel het land. Dus de opdracht voor jou is, je moet zo goedkoop mogelijk worden. Zo goedkoop mogelijk. Waarom? Dat wil de klant. Dat wil de klant en zo kunnen wij zelf nog wat geld overhouden om wit te wassen en een Max Verstappen te sponsoren. Ja, want... wie het kleine niet eert, is Frits van Eert. Maar wat is daar precies gebeurd? Frits van Eert, lijkt mij een hele sympathieke gast, is 's morgens om 6 uur uit zijn bed getrommeld door de politie en is als een soort halve crimineel weggezet. Hoe is dat gegaan? Heeft de politie gewoon 's morgens bij hem zo voor de deur staan? Ze van, ding-dong, meneer van Eert, we willen graag even met u praten. Of is dat echt met machtsvertoon, ME-busjes en echt zo'n inval geweest? Zo, pof, hallo Jumbo! Frank Lammers is ineens undercover. En ik snap niet precies hoe het nou helemaal in Nederland werkt. Als je een beetje creatief boekhoudt, of je boekhouder boekhoudt creatief, ja, dan word je weggezet als crimineel. Dan moet je dagenlang op het politiebureau blijven. Als je je bonnetjes niet inlevert in de Tweede Kamer, word je een week geschorst. En als je miljarden schuld opbouwt, dan ben je minister-president. Ja, maar Frits van Eert of zijn boekhouder hebben ook gewoon gedacht, pak maar wat je pakken kan. Want zo werkt hun brein. Ook zij zijn verslaafd aan dopamine. En Ronaldo is verslaafd aan winnen. Matthijs van Nieuwkerk is verslaafd aan zijn zin krijgen. En de mannen bij The Voice zijn verslaafd aan steeds meer aandacht van meiden. We zijn allemaal verslaafd aan dopamine. We willen allemaal meer macht, meer geld, meer seks, meer status. En het is zinloos. Want alles went. Ik ken de uitdrukking waar u aan denkt, mevrouw. Maar neem van mij aan, alles went.
Ja, maar ik denk toch, als ik net een groter huis of net een nieuwe auto of net iets meer geld, dat ik toch gelukkig alles wend. Ultieme voorbeeld. Wat gebeurt er als je tegen een kindje van 5 zegt: we eten vandaag pannenkoeken. Dan is de eerste reactie: yay! Moest 5 dagen achter elkaar zeggen. Op dag 5 is de reactie: godverdamme, alweer pannenkoeken. Alles went. En we weten dat alles went en toch is ons brein alleen maar gericht op meer en meer en meer. Zo is het nou eenmaal geprogrammeerd. En daarom zeggen de supermarkten tegen de boeren: ja, jullie moeten efficiënter werken, want dan houden we meer winst over. En die boeren kunnen niks anders. Dus die boeren die hebben maar gedacht: ja, 3 kippen in een ren zijn eenmaal veel minder efficiënt. Die kosten veel meer dan 50.000 kippen in een stal. Dus ja, dan doen we wel 50.000 kippen in een stal. Maar ja, wat dan als er dan één van die kippen ziek wordt? Supergroot risico. Nou, maar dat doen we gewoon iets superslims. Doen we gewoon in het water van al die kippen, doen we gewoon een antibiotica. Dan worden die kippen niet ziek. Oh, werden ze toch ziek. Nou, een soort booster. Gewoon resistent. Ja, maar... Nee, toen hebben ze gedacht, maar sowieso is het stom van ons dat we al die kippen door elkaar laten lopen, want dan kunnen ze elkaar ook gewoon besmetten. Nee, we moeten al die kippen een eigen safe space geven. We maken hokjes van 20 bij 20, dan kunnen die kippen daar heel veilig in zitten. Allemaal in het belang van die kip. En toen hebben ze natuurlijk ook nog gedacht, ja, maar stel nou dat er dan zand en stro en van alles nog door de stal kan waaien, dan kunnen die kippen alsnog besmet raken. Dus eigenlijk is het best als we alleen maar betonnen hokjes hebben, waar die kippen dan allemaal hun eigen plekje hebben. Allemaal in het belang van die kip. Ja, zo zijn we ook varkens gaan opstapelen in varkensflats. Want meer vlees per vierkante meter is nou eenmaal efficiënter. En in Turkije is er een melkveebedrijf. Daar staan koeien 24 uur per dag op stal. Die koeien zien nooit daglicht. En die koeien geven op dit moment minder melk. Maar daar hebben ze iets superslims op bedacht... Bij dat bedrijf. Bij dat bedrijf hebben ze in die stallen hebben ze speakers opgehangen in de stal. En draaien ze nu 24 uur per dag natuurgeluiden door de speakers. En die koeien hebben een VR-bril op, waardoor ze naar een weiland kijken. Een koe met een bril. En die koeien geven weer meer melk. Wat slaat dat op? Dat we koeien binnen opsluiten, dat we dan technologie naar binnen halen, waardoor hij denkt dat hij buiten staat. Dat klopt niet, want de koe is geen hij. Hoe ver wil je van de natuur afstaan? Als ik de keuze krijg, daar is een deur. En je geeft mij 2 opties. En je zegt, optie 1 is, jij loopt die deur door. En buiten schijnt de zon. Of buiten regent het, dat weet je niet. En je komt buiten je droomvrouw tegen of je komt er nooit tegen. En je krijgt buiten heel veel geluk, maar ook tegenslag. Alles dat het leven voor jou in petto heeft, ligt daar buiten. Of wij leggen jou hier op een brancard, binnen. En dan krijg je een infuus. En in dat infuus krijg je alleen maar dopamine, serotonine, endorfine, oxytocine. Allemaal stofjes waar je blij van wordt. En je krijgt 24 uur per dag een VR-bril op, waardoor je alleen nog maar kijkt naar mooie dingen die jij wil zien. Kies maar. Ik wil naar buiten. Ik wil alles beleven dat er in het leven te beleven valt. En dit, hè, dat Matrix-idee, dat is voor mij echt een soort horrorscenario. Ja, Guido, maar dat gaat ook nooit gebeuren. En mensen met een VR-bril op, 24 uur per dag, vast binnen op, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Nee, maar de tijd die ik zelf op bed doorbreng, kijkend naar mijn telefoon, zittend op TikTok, komt al aardig dichtbij. Zal ik zeggen hoe dichtbij? Ongeveer 1 centimeter of 20. Voor mannen is dit 20 centimeter. Hè? Nee.
Hoe ver raken wij van de natuur af? Dat is de vraag. Laatst was er een bedrijf dat had even 300.000 kippen geruimd. Weten we nog waar? Nee, we weten niet meer waar, want het boeit ons geen reet. Er waren 300.000 kippen geruimd. Dat klinkt ook superfijn. Geruimd. Opgeruimd staat netjes. Ja, dat is veel leuker dan vermoord. En omdat de bedrijven eromheen, die liepen ook risico, dus hebben ze uit voorzorg ook maar geruimd. Hè? Terwijl, ja, normaal zeg je vermoord. Bij mensen zeg je vermoord, maar bij dieren zeg je geruimd. Hè? Taalgebruik is super slim ingezet om dat zo te noemen. En ik vind het dus heel fijn als de natuur af en toe een keer terugslaat. Ik vond het heel fijn om afgelopen jaar een berichtje te zien op nu.nl, 24 uur lang stond het op de voorpagina, dat er twee vrouwen in één week in een badplaats in Egypte waren doodgebeten door een haai. Ja, mij heb je dan. Wat was er precies gebeurd? Nou, er was gewoon een haai, die had daar rondgezwommen. En de vrouw zwom daar, been eraf gebeten, arm eraf gebeten, vrouw doodgebloed. En een paar dagen later, 200 meter verderop, dezelfde haai, andere vrouw. Ja, natuurlijk andere vrouw. arm eraf, been eraf, doodgebloed. En ik ben dat gaan googlen, van ja, wel erg. En wat blijkt nou? Per jaar gaan er 12 mensen op deze hele wereld dood door haaien. Lieve mensen in de zaal, enig idee hoeveel haaien er per jaar doodgaan door mensen? Wat denken jullie? Meer of minder dan 12? 100 miljoen. 100 miljoen, dat is wel heel. Ik heb nog bedacht om dit getal naar beneden bij te stellen, zodat het geloofwaardig overkomt. Maar het echte getal is meer dan 100 miljoen. Waarom? In China en in Japan, daar fokken ze haaien, of kweken ze, weet ik veel hoe het heet, voor de haaien vinden soep. En die zetten ze uit in zee. En een jaar of twee jaar later vangen ze die haaien weer, snijden ze de vinnen eraf. En ja, de romp is ja, te veel gedoe om te verwerken. Dus die flikkeren ze terug in zee. Die haai kan geen kant op en die gaan dood. Meer dan 100 miljoen. Nou, en nu doen die haaien ongeveer hetzelfde als wij bij hun. En die haaien zwemmen gewoon rond. Zien iemand, nou, arm eraf, been eraf. Nou, de romp is te veel gedoe om te verwerken. Terug flikkeren in zee, succes. De wolf is in Nederland. Oh, de wolf is in Nederland. Vorig jaar, 2021, 209 schapen doodgebeten door een wolf. Enig idee hoeveel schapen er in datzelfde jaar dood zijn gegaan door mensen in Nederland. Wat denken jullie? Meer of minder dan 209? 597.000. 597.000 schapen dood door de mens. Per jaar gaan er 16 miljoen varkens naar de slacht door de mens in Nederland. Enig idee hoeveel mensen er per jaar doodgaan door varkens? Wat denken jullie? Meer of minder dan 16 miljoen? 1. Afgelopen jaar is er 1 man in Nederland doodgegaan door een varken. Die had zich verslikt in een sperrip. Ik ben heel erg fan van Mathieu van der Poel. Weten we allemaal nog wat er was gebeurd in dat hotel in Australië? Mathieu van der Poel was naar Australië gevlogen om daar een wereldkampioenschap te fietsen. De nacht voor die WK-wedstrijd ligt hij in zijn hotelkamer. En in datzelfde hotel zitten twee meiden van 13 en 14... die de hele tijd, urenlang, op zijn hotelkamerdeur staan te bonken. Op een gegeven moment werd hij er zo knettergek van, heeft hij ze eruit gelaten. Nee, zij stonden op de gang herrie te maken. Hij is naar buiten gestormd. Hij heeft een van die vrouwen netjes te hardhandig beetgepakt. Heeft een van die meiden tegen de grond aangewerkt. Politie erbij gehaald. Toen heeft Mathieu van der Poel de nacht op het politiebureau door moeten brengen en heeft hij de WK-wedstrijd niet kunnen uitfietsen. En diezelfde dag zei hij: ja, ik was ook iets te hardhandig tegen die meiden. Het was mijn eigen schuld. Dus ja, ik snap het wel. Ik denk: nee, Mathieu, jij bent geen slecht mens. Je bent slechts mens.
En ik snap wel dat als jij helemaal vanuit Nederland naar Australië vliegt om daar een WK-wedstrijd te fietsen, dat je de nacht van tevoren even normale rust wil. En als er dan twee van die meiden keihard kabaal zitten te maken, dan word je toch knettergek. En dan denk je toch op een gegeven moment bij jezelf van jongens, laat me nou gewoon even één nacht alleen. Gewoon één nacht alleen. Kom niet bij mij kloppen. De deur is op slot. Laat me nou eens pitten of ik ga kapot. Ik neem jullie mee naar een waar gebeurd verhaal van toen ik 15 was. Het is een verhaal over mijn eerste keer op vakantie zonder mijn ouders. In Renesse. Oh, meer mensen hier in Renesse geweest. Camping de Duinhoeve in Burghaamsteden. Heel Nederlands daar geweest. Ik was 15. Ik moest nog 16 worden. Dat is altijd als je 15 bent. Maar ik moest die zomer 16 worden. En ik sta te dansen in discotheek Het Roefke. En het was... Er zitten echt meer mensen die toen samen met mij apfelkorn hebben gedronken, denk ik. Het was mijn eerste vakantie helemaal los. En ik sta te staren naar 2 18-plus meiden van die go-go-danseressen op van die blokken. En ik ben helemaal gebiologeerd en ik ben 15 en ik vind het helemaal fantastisch. En ik weet niet of ik die avond een engeltje op mijn schouder had of zo. Maar een van die meiden stapt van die blokken af, komt naar mij gelopen en zegt... Hallo, wil jij samen met mij en mijn vriendin vannacht in de tent slapen? Ik denk, YOLO! Dan laat ik mij geen twee keer zeggen. Dus om 2:30 s'nachts, 2 uur zijn alle discotheken dicht, om 2:30 s'nachts lig ik op camping de Duinhoeve in Burghaamsteden in een tent samen met 2 volwassen go-go-danseressen waar ik ontzettend tegenop keek. En we dronken whisky en we aten donuts, want dat was het enige wat ze in die tent hadden liggen. En ik dacht, oh, nou gaat het gebeuren. En op een gegeven moment ben ik in slaap gevallen. En toen werd ik een paar uur later wakker en toen waren die meiden weg. En zaten er 2 donuts om mijn lul. En toen dacht ik, 2 dingen dacht ik toen. 1, balen dat die meiden weg zijn. 2, wel een lekker ontbijtje. Zo is het ook. Maar toen dacht ik meteen erachteraan, wat nou als ik in 2022 dit verhaal vertel? Wat zou er dan gebeuren als ik in dat verhaal mezelf vervang door een vrouw en die donuts door een kaars? Zou het dan gewoon een vrolijk verhaal blijven waar mensen allemaal om kunnen lachen? Of zouden die 2 meiden per direct gecanceld worden? Nou, daar mogen we met z'n allen even zelf over nadenken. Vorig jaar kwam die vriend van mij weer langs in Limburg. En het is ergens ook wel gek om te merken dat als je in een bepaalde fase van je leven zit, dat je een ander soort gesprekken krijgt. Gesprekken over grote dromen, kleine wensen. We gingen ook wandelen. Hadden we altijd een vaste route. Gingen we vanuit het huis, beneden, richting het bankje. Vanaf het bankje, heuvel op. Ongeveer 1 kilometer. Gewoon rustig aan. Wat voor hem steeds belangrijker werd, was het luisteren naar zijn eigen lichaam. Feel. Become aware of your body. If your hands and feet are tingling, or you feel your body temperature is changing, that's okay. You're doing fantastic.
vette stem, hè? You're doing fantastic. All the love, all the power. Ja. Wim Hof past moeiteloos in 2022. De wereld verandert langzaam in een jungle. In een jungle van pushberichten, social media, agressie, anonimiteit. En Wim Hof zegt alleen maar afkoelen en ademhalen. Ik vind Wim Hof perfect passen bij dit jaar. Het is niet voor niks. Het is niet voor niks dat hij ook juist dat bommetje heeft gedropt bij The Voice, hè? Oh, Tim Hofman. Tim Hofman. Tim Hofman. Tim Hofman dropte dit jaar dat bommetje bij The Voice, want Tim Hofman was boos en terecht. Want bij The Voice was er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Veel deelnemers hadden geklaagd dat er veel juryleden en andere mensen met hun naar bed wilden. Jurylid Anouk had ook geklaagd bij Tim Hofman, maar dan dat er juist heel veel deelnemers niet met haar naar bed wilden. En Tim Hofman kan zoiets aankaarten, want Tim Hofman deugt zelf heel erg. Tim Hofman is heel erg woke. Wat is woke? Woke is dat je heel erg ruimdenkend bent en heel erg inclusief, behalve naar mensen die iets anders denken. En ik kwam daarachter. Ik las een interview met Tim Hofman, waarin hij vertelde, ja, ik ben dit jaar gevraagd om Jezus te spelen in The Passion. Wauw. En toen had hij gezegd, dat ga ik dus niet doen, want ik wil niet op televisie als baas van 12 witte mannelijke apostelen. Ja, je kunt ook te woke zijn, toch? Terwijl je denkt, de rol van Jezus is bij Tim Hofman op zijn lijf geschreven. Er is bij Tim Hofman namelijk heel veel op zijn lijf geschreven. Nee, maar ik vond Tim Hofman perfect passen in de rol van Jezus, want ik kan zijn bloed wel drinken. Dus John de Mol zei ook, nou, als Tim Hofman Jezus speelt, dan wil ik wel Judas zijn. Ja. Nou, het was dit jaar precies andersom natuurlijk. Tim was de verrader. En terecht, want bij The Voice bleek een cultuur te heersen van wegkijken. Backstage had bij The Voice blijkbaar iedereen zo'n draaistoel. En wij hadden dit allemaal al kunnen weten. Als wij allemaal al hadden opgeleid, als wij allemaal al het logo van The Voice in verband hadden gebracht met Jeroen Rietbergen, hadden wij allemaal al kunnen weten wat er aan de hand was. En nu moet iedereen ineens gecanceld. Ik denk dat canceling niet nodig is. Mensen die iets fout hebben gedaan weten zelf ook al heel vaak dat ze zich gewoon even koest moeten houden. En Mark Overmars bijvoorbeeld, met zijn dickpics. Ja, Mark Overmars had dickpics verstuurd. Nou, dat hij ze maakt, snap ik wel. En wat Mark Overmars heeft tegenwoordig zo'n dikke pens. De enige manier om überhaupt zijn eigen pik te kunnen zien is door er zelf foto's van te maken. Dat hij ze verstuurt, moet hij ook zelf weten. Ongevraagd, dat is een ander verhaal. Ongevraagd is een ander verhaal. Nou, en nu is hij dus naar België opgelost. Ja, nee, maar daar past je toch ook veel beter. Nou, als je in België met je piemel uit je broek gaat staan, krijg je meteen een standbeeld. Wat ik pas echt erg vind, is roddels en achterklap. Oh ja, Welen en Danny de Munk en Charlie Luske. Hey, die hebben niet per se iets strafbaars gedaan, hè? Die hebben misschien thuis iets uit te leggen, maar die hebben niet per se iets strafbaars gedaan. Nee, maar het zijn BN'ers en wij willen graag weten hoe hun met ze gaat. Ja, dat kan wel zijn, maar ze zijn jou niks verplicht, hè? Ja, we willen weten hoe met ze gaat. En van die mensen die dan anoniem online gaan zeiken. Jongen, die Welen. Heeft die zo'n mooie vrouw thuis? Gaat die vreemd? Wat een sukkel. Zal ik nog één keer uitleggen? Ook Welen denkt wel eens op dag 5. Gadverdamme, alweer pannenkoeken. Alles wendt. Soms wint de verleiding het van de trouw. En bij Welen en Bibi, als je zo knap bent, dan staat er nou eenmaal vaker een pot honing voor je neus. Ik vond overigens de reactie van Bibi, vond ik de allerbeste reactie die er was, hè? Bibi die had gezegd, lieve mensen, ik heb een relatie met Welen, jullie niet, dus wij moeten hier samen uitkomen, niet jullie. Briljant.
Want zo is het wel. Ja, maar we willen graag weten hoe het met ze gaat. Heb je niks mee te maken? Ja, maar het zijn BN'ers. We willen graag vallende sterren zien. Want dan denken we dat we een wens mogen doen. Ja, maar vallende sterren wensen heel vaak dat jij hun niet ziet. Ja, maar we willen weten hoe mensen... Ze zijn je niks. Trouwens, even voor de mensen die daadwerkelijk willen weten... hoe het intussen met Welen en Bibi is. Het gaat je geen flikker aan. Ja, maar als ze niet reageren, dan zal er wel iets aan de hand zijn. Nee. Tegen BN'ers zou ik willen zeggen, als iemand jou een cadeautje geeft... en dat cadeautje heet haat, jaloezie, afgunst of een bak stront... neem het gewoon niet aan. Dan is het hun probleem. Mogen ze het cadeautje zelf uitpakken. Ik was laatst in een regionaal programma, zo was een tv-kok. En die zegt zo, kijk, Guido, hier heb je een broodje pulled pork. En ik zeg zo, ja, nee, ik eet geen vlees, dankjewel. Nee, moet je opeten. Ik zeg, nee, je mag het lekker zelf opeten. Nee, nou, niet zo flauw. Iedereen hier is gewoon hartstikke benieuwd hoe jij vindt dat het smaakt. Fuck you! Maak niet van jouw verwachting mijn verplichting. Waarom moeten wij overal op reageren? Ik zeg trouwens tussendoor even heel snel, ik eet geen vlees. En ik ga iets voorhouden bij jullie. Hier heb je de bio-industrie. Hier heb je biologische boeren. Dan heb je gewone slagers, biologische slagers. Dan heb je mensen die heel veel vlees eten. Mensen die weinig vlees eten. Vegetariërs, dat ben ik. En hier heb je vegans. Lieve mensen, enig idee met wie ik het vaakst discussies heb... Vegans! Hoe dan? Maar het is wel waar. Dan zit ik ergens op een verjaardag en zeg van... ik ben dus vegetariër. Dan is er altijd iemand in de kamer die dan vraagt... drink je wel melk? Hou je bek, vegan! Ik doe echt heel erg mijn best, hè? En dan is er altijd zo'n vrouw van halverwege de 30, een witte vrouw met dreads en een gebatikte broek... Die dan ook heel trots gaat zeggen... nee, ik gebruik geen spuitbusdeo, hoor. Nee, ik gebruik gewoon een roller. Ja, gadverdamme, dat je daar zweet terugrolt het busje in. Gadverdamme. En die gaat mij de les lezen. Drink je wel melk? Ja, ik drink wel melk. Ja, weet je wel dat het kalfje wordt weggehaald bij de koe? Omdat jij melk... Ja, maar ik drink sojamelk. weet je wel hoeveel bossen er gekapt worden om soja te verbouwen? Oké, ik drink wel water. Weet je hoeveel chloride er in water zit? Ik drink het uit flesjes. Weet je hoeveel flesjes er per jaar in de oceaan terechtkomen? Dat is hartstikke erg. Weet je hoeveel schildpadden er per jaar doodgaan... omdat ze verstrikt raken in plastic rietjes? Ja, maar dat vind ik niet erg. Huh? Maar heel eerlijk, als ik moet kiezen tussen per jaar een paar honderd schildpadden verstrikt in plastic rietjes... of de rest van mijn leven door een kartonnen rietje... mijn cola, alsof je papier-mâché aan het happen bent. Alsof je aan een krant likt. Dan maar schildpadden dood. Ja, wat een hypocriet gedoe. Ja, Shell, zuig de adem maar leeg, geen probleem, hè. Tata Steel pompt die kanker maar de lucht in. Nee, maar wij moeten met z'n allen de planeet gaan redden... door kartonnen rietjes te gebruiken, ja. En McDonald's is ook woke, hè. Wat is McDonald's woke? McDonald's gebruikt om de planeet te redden over de hele wereld... alleen nog maar kartonnen rietjes door een plastic dekseltje. Ja, Guido, je hebt wel een auto met een stekker... maar weet je wel dat die energie allemaal uit kolencentrales komt? Nee, want ik heb toevallig zonnepanelen. En 's nachts dan? Hou je bek, vegan! Ik doe echt al heel erg mijn best. En het is altijd zo'n type dat dan zelf ook een beetje ruikt... naar een mix van kikkererwten, linzen en natte hond. Ja, ik ben laatst in een klooster geweest in Thailand. Heb ik 4 weken lang geen telefoon gebruikt en geen suiker gegeten. Dat kan ook thuis. En natuurlijk, weet je, eigenlijk is dit gewoon een camouflage. Ik ben gewoon jaloers op vegans dat ze net nog een stap verder zijn dan ik... en dat ze net nog iets beter leven. En is het gewoon een projectie van mijn eigen afgunst. Snap ik ook wel. Maar nog erger vind ik de mensen die zo anoniem thuis alleen maar aan het klagen zijn. Alleen maar achter de laptop anoniem over BN'ers zitten te zeiken. Jongen, die Welen, wat een sukkel. Ik zou nooit vreemd gaan. Nee, gast.
Jij bent gefrustreerd, lelijk en dom. Je zit de hele dag achter je computer, ja. Dus al zou je vreemd willen gaan, niemand wil jou, dus je kunt niet eens vreemd gaan. Nee. Maar bij Welen staan elke avond gewoon 1000 mensen bij een concert. En dan heeft hij misschien elke avond wel 40 vrouwen van halverwege de 20 die hem aandacht geven en die hem willen verleiden. Welen heeft misschien 1000 keer nee gezegd en 1 keer ja. Nou, dat is procentueel gezien niet meer dan een normale foutmarge. Weet je, Bibi en Waylon en Charlie en Danny, ze zijn geen slecht mens. Ze zijn slechts mens. Nick en Simon daarentegen. Wat was dat voor een juice dit jaar? Nick en Simon. Op een gegeven moment keken ze elkaar niet meer aan. Dat doe ik ook heel vaak niet, maar Nick en Simon keken elkaar niet meer aan. En wat was er aan de hand? Het gerucht ging dat Simon was vreemd gegaan met de vrouw van Nick. Ja, ik weet ook niet wat er waar is of wat niet. En de vraag is dan, wie is dan schuldig? Wie moet je het kwalijk nemen? Nou, ik vind sowieso, je kunt het die vrouw niet kwalijk nemen. Nee, want ik hou Nick en Simon ook nooit uit elkaar. Nou, en over Lil' Kleine kunnen we heel kort zijn. Je mag geen vrouwen slaan, punt. Zo simpel is het. Ik wist niet eens wie zijn vrouw was. Jamie Vaas. Dus ik meteen googelen, op YouTube een filmpje gekeken. Jamie Vaas. Dat was nog voordat ze tussen de autodeur had gezeten. En toen keek ik dat filmpje, toen dacht ik, ja. Ja, je mag geen vrouwen slaan. Maar zij had zelf haar gezicht ook al laten verbouwen. Maar ik snap, een gebroken vaas kun je niet lijmen, snap ik. En toen ik het filmpje zag waarin Lil Kleine echt met die autodeur tekeer ging, dacht ik, oké, vanaf nu af aan luister ik nooit meer naar muziek van Lil Kleine. Deed ik daarvoor ook nooit, maar zo principieel en hypocriet als ik ben, dacht ik, ik luister nooit meer naar de muziek van Lil Kleine. Bij artiesten zit vaak een steekje los, hè. Artiesten zijn ook verslaafd aan dopamine. Die denken dat ze steeds een stapje verder kunnen gaan en steeds een stapje verder kunnen gaan. Maar ja, een vrouw komt er een keer achter. Vrouwen hebben een soort voelsprieten voor als mannen iets stiekem doen. Dat is als een man gewoon op zijn telefoon zit, dan vraagt ze ineens uit het niets, met wie ben je aan het appen? Niemand. Ja, wel iemand. Ja, gewoon een vrouwelijke collega, maar dat is gewoon vriendschappelijk. Er is gewoon niks aan de hand. Oké, mag ik die appjes eens lezen? Nee. Nee, want ik heb die appjes gewist. Oh, waarom heb je die appjes gewist? Om geheugen te besparen op mijn telefoon. Nou, daar komt in Nederland toch geen één man meer mee weg, of wel? Dat is toch een beetje vreemd in Nederland, hè? Als je gewoon één vrouw hebt, dan vindt iedereen je een trouwe lobbers. En neuk je met meerdere vrouwen, dan ben je meteen een slet. En na je het hele land, dan ben je minister-president. Hoezo komt Mark Rutte weg met verwijderen van sms'jes en bewijs? Ik weet bij Mark Rutte nooit precies wat het nou is, hè? Is Mark Rutte nou gewoon een totaal onbetrouwbare gast? Of is het de pathologisch leugenaar? Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. En een van de meest populaire uitspraken in de politiek van dit jaar kwam van Sigrid Kaag. Weet je nog, in het begin van het jaar, toen Mark Rutte weer veel had staan te liegen, toen zei ze, meneer de president, hier scheiden onze wegen. Hier scheiden onze wegen. Bleek dat ze op een rotonde zat. 2 weken later, samen verder, joe. En altijd als ik Ernst Kuipers zie, denk ik, magere Hein. Altijd als ik Ernst Kuipers zie, denk ik, magere Hein. Denk dat het andersom ook waar is. Dat als je magere Hein ziet, dan meteen denkt, het is Ernst.
En ineens werd het oorlog. Of ja, ineens, kijk, Poetin had natuurlijk eigenlijk al best vaak gewaarschuwd. Alleen het Westen had heel vaak gedacht, doet hij nooit. Toen deed hij het toch. Of ja, nou, Poetin begon geen oorlog. Nee, Poetin begon een vredesmissie. Super slim. Daar kan niemand tegen zijn, toch? Een vredesmissie. Het is heel goed dat je het zo noemt, hè. Taal is heel belangrijk. Poetin noemde het een vredesmissie. Nee, ik kom geen mensen vermoorden. Ik kom ze ruimen. Super slim. Ik denk dat iedereen tegenwoordig die taal anders gaat gebruiken. Ik denk dat Noord-Korea binnenkort zegt, nee, wij doen geen nucleaire testen. Wij lanceren liefdesraketten. Dat de Taliban binnenkort zegt, nee, wij spreken niet van onthoofdingen, maar van het wegnemen van kopzorgen. En van de een op de andere minuut moeten alle mannen in de Oekraïne tussen de 18 en de 50 zich melden aan het front. Geen één man mag meer het land verlaten. Alle mannen tussen de 18 en 50 moeten meevechten aan het front. En een vluchtelingenstroom komt op gang. Verschrikkelijk. Die vrouwen en die kinderen uit de Oekraïne komen allemaal deze kant op zonder hun man. Echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Allemaal Oekraïnse vrouwen tussen de 18 en 50 komen allemaal deze kant op zonder hun man. Het is echt heel, heel erg. Echt allemaal Oekraïnse vrouwen tussen de 18 en de 50. Kom maar. Are you lost, baby girl? Kom maar. Heel Tinder staat op dit moment vol met Oekraïnse vrouwen. Dat weet ik dan weer. Maar als er bij de grens met Syrië allemaal mannen staan, we gaan dood, we moeten neer. Dan zeggen ho, er zijn grenzen. Maar als er ineens allemaal vrouwen uit de Oekraïne staan, dan zijn we in één keer supergasvrij. Nee, kom maar deze kant op. Kijk, biologisch gezien snap ik het wel. Ja, sterker nog, ik hoop zelf heel erg op een oorlog tussen Zweden en Brazilië. Je wil helpen waar je kan. Zo is het ook. En de dochter van Poetin, die blijkt ineens in Voorschoten te wonen. Dat zijn er van die dingen die je niet wist, maar ineens zijn dat nieuwtjes. De dochter van Poetin woont in Voorschoten. En toen Poetin de Oekraïne binnenviel, heeft Voorschoten ook meteen keiharde sancties afgekondigd. En Poetin is niet meer welkom op de jaarbraderie. En bij mij komt steeds vaker de vraag omhoog, zijn wij bijen? Zijn wij bijen? Bijen. Bijen. Zijn wij bijen? Duidelijker. Bijen, de insecten. Ja? Wist je dat de nesten van bijen, als de eitjes onbevrucht zijn, komen er mannetjes uit? Als de celletjes bevrucht zijn, dan worden het vrouwtjes, hè, de werksters of de koningin. Ja. Maar er is maar één celletje dat uitgroeit tot koningin. En dat is het celletje dat de eerste 6 dagen het meest te eten krijgt. Dat wordt de koningin. Kun je bij Amalia ook nog wel een beetje zien. Maar Ik snap wel dat zij van de 3 prinsesjes de koningin wordt, want zij heeft ook absoluut het grootste staatshoofd. Maar eventjes mijn echte mening over Amalia. Ja? Ik hoop heel erg dat het volkje zorg draagt voor de koningin. En dat de koningin niet bang hoeft te zijn voor het volkje. Zijn wij bijen? Nou, het is belangrijk dat deze vraag goed verstaan wordt. Want mijn vervolgvraag zou zijn, ben ik banger voor een winnende Poetin of voor een verliezende Poetin? Ik denk namelijk, als Poetin in het nauw komt, dat hij steekt. Ook al weet hij dan dat hij zelf doodgaat. Nou ja, wij hebben hier in het Westen al gezegd, ja maar als Poetin daadwerkelijk op een nucleaire knop gaat drukken en er komt shit onze kant op, nou ja, de NAVO en het hele Westen heeft al gezegd, maar dan drukken wij hier ook op een knop en dan vagen wij de hele Russische vloot in één klap volledig van de kaart.
En dan? Wat dan? Dan is het niet meer pang, 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 pang. Maar dan is het... En dan? Wat is dan de netto winst voor ons allemaal? Helemaal niks. En dan lig je daar in je nette pak. Met diploma's en je checks op zak. Met je polis en je woordenschat. Onder de flatgebouwen van de stad, naast jou. Maar volgens mij zijn wij geen bijen. Volgens Toon Hermans zijn wij ook geen bijen. Toon Hermans zegt, de bijen zoemen rond de woning en werken aan hun nijver plan. Bijen zorgen voor zoete honing en wij mensen maken er een potje van. Wij zijn geen bijen. Wij mensen zijn de hoornaar. Wij zijn jagers. Wij willen honing. Wij willen meer en meer en meer. En als we het niet krijgen, dan gaan we het wel halen. En daarom hakken wij ook nog steeds elke minuut gewoon voetbalvelden vol zuurstof omver. Daarom flikkeren wij nog steeds plastic in de oceaan. Want we willen alleen maar meer en meer en meer. We willen meer seks, we willen meer macht, we willen meer status, we willen meer geld. Wij zijn de hoornaar. En de aarde... Volgens mij zijn de aarde de bijen. De aarde is natuurlijk ook gewoon een grote bol die langzaam opwarmt totdat zijn grootste vijand dood is. En ik zeg niet dat de opwarming van de aarde door de mens komt. Maar ik zeg wel dat er op deze planeet al heel veel plaatsen zijn waar het al zo heet is dat je daar niet meer als mens kunt wonen. En die plaatsen komen er steeds meer. En het wordt hier in Nederland steeds ietsje warmer. Het is niet voor niks dat de Aziatische hoornaar deze kant op komt. Er zit op dit moment zit er een bijenetertje, dat is een klein tropisch vogeltje uit Afrika, te broeden in Zuid-Limburg. As we speak overwinteren er flamingo's in Zeeland. Ik was laatst in een hotel, daar zat op het dak gewoon een toucan. Oké, dat laatste was een grap. Maar die andere dieren komen allemaal onze kant op. En het geeft wel aan dat het hier steeds iets warmer wordt. Het wordt hier één grote fucking jungle. Ik denk dat de aarde opwarmt. En dat die precies zoveel opwarmt totdat de mens doodgaat. En heel veel andere dieren net niet. Nou, welke andere dieren? Nou, dat is dan de dieren die minder last hebben van die hitte. Dus vissen onder water hebben er minder last van. Hagedissen kunnen beter tegen warmte. Slangen kunnen heel goed tegen warmte. Ik denk dat deze wereld binnenkort geregeerd wordt door reptielen. Ja, dan worden we weer een beetje teruggeworpen in de evolutie. Worden we 7 miljoen jaar teruggeworpen. Nou, dan moet over 7 miljoen jaar een nieuwe aap zomaar weer een nieuw programma met knikkers maken. Ja, kunnen we de opwarming van de aarde tegenhouden? Ik denk dat we dat als mens helemaal niet kunnen, joh. Ik ben er ook in getrapt. Dus ik heb ook een auto met een stekker en ik eet geen vlees en ik heb zonnepanelen en ik heb een bamboetandenborstel. Je hoeft je niet vast te plakken aan een talkshowtafel om activist te zijn, hè? Ik heb een bamboetandenborstel. Dat klinkt heel klein, maar ik heb mezelf gewoon de vraag gesteld: word ik nou echt gelukkiger van een plastic tandenborstel? En het antwoord was simpelweg nee. Dus heb ik een bamboe tandenborstel gekocht. Superklein. Maar ik dacht ook wel meteen, als ik nou heel veel mensen tegelijk kan oproepen om een bamboe tandenborstel te kopen, dan doen we samen iets heel groots. Dus mijn vraag aan jullie is, koop allemaal een bamboe tandenborstel. En dat is supersimpel, hè? Als je vanavond thuis komt, online, je gaat gewoon naar AliExpress. Binnen 2 dagen is het vanuit China gewoon hier. Je doet wat je kan. Sterker nog, ik denk dat ik volgend jaar een Hummer koop. Dat ik die 24 uur per dag stationair ga laten draaien. Gewoon omdat het kan. En ik ga volgend jaar 12 keer op vakantie met het vliegtuig.
Ja, en ik vind dat ik dat mag. Waarom? Ik heb geen kinderen. Ja, ik heb geen kinderen. Dus snelle rekensom, als ik straks tussen nu en 50 jaar een keer doodga, dan na mij houdt de vervuiling op. He, dus na mij heeft de natuur alle kans om zich te herstellen. Dus met andere woorden, ikzelf ben niet het probleem. Iedereen hier met kinderen, jullie... Nee, iedereen hier met kinderen, hou ervan. Knuffel ze zoveel als je kan, zeg zo vaak mogelijk, ik hou van je. En geniet samen. Alleen, wat ik wel gek vind, is dat we kinderen krijgen stimuleren en subsidiëren. Met kinderbijslag. Ja, we zijn op deze wereld met 8 miljard. We hoeven niet per se geld toe te geven, toch? Wie heeft er hier kinderen? Oké, wie denkt dat je van kinderen krijgen gelukkiger wordt? Dat zijn minder handen. Als je één iemand... Maar niet van het krijgen, maar van het... Ja, ik snap wel dat je van het krijgen niet gelukkiger wordt. Maar van het... Van het maken, wauw. Wauw. Maken is leuk. Krijgen, laten we een vrouw over. Hè? Ja. Ja, zo'n bevalling is vaak een hoop show. Hè? Maar nee. Dat heb ik niet gezegd, dames. Dit heb ik. Anders moet ik dadelijk alsnog ook excuses aangebieden. Daar heb ik... Hoe lul ik dit recht? Nou, dames... Ik zou het willen omdraaien. Wij mannen, wij weten niet hoe het is om te bevallen. Dus wij mannen weten helemaal niet wat pijn is. Ja. Nou, dat vind ik ook weer te hongerig van de dames. Oké, dames, laat ik één ding afspreken. Of laten we één ding afspreken. Wij mannen kunnen niet bevallen. Maar willen jullie dan nooit meer in een discussie dit als argument aanvoeren. Van jullie weten helemaal niet wat pijn is, want wij kunnen dat niet weten. Dan beginnen we weer mannen. Het is toch als een vrouw ooit een kind heeft gekregen, kan ze voor de rest van haar leven, bij elk pijntje dat een man heeft, kan ze zeggen: jullie weten helemaal niet wat pijn is. Maar wij mannen kunnen dat niet voelen. Ja, dus wij kunnen er niks aan doen dat we dat niet weten. Dat is. Nee, we kunnen alleen nog maar zeggen... Ja, maar jullie hebben nog nooit over schrikdraad geplast. Maar dat is... Ja. En wij mannen weten ook wel heus wat pijn is. Wij mannen hebben ook wel eens griep. Maar dat is echt heel erg. Nee, dames, als een man griep heeft, dat is echt heel, heel erg. Ik was laatst op een verjaardag en had ik een discussie met zo'n vrouw. Ja, was met zo'n vrouw. Ja, het was echt zo'n vrouw. Zei ze, Guido, jullie kunnen helemaal niet bevallen. Zei ze, als je wil weten hoe een bevalling voelt, dacht ik, waarom zou ik willen weten hoe een bevalling voelt? Juist niet. Dat is een beetje hetzelfde als dat iemand zegt zo, ik heb een scheet gelaten. Dat de ander dan doet zo, dat moet je nooit doen. Juist niet. Je moet dit doen en weglopen, dat moet je doen. Maar je moet nooit, als iemand zegt, ik heb een schip, dan ruik je hem juist, ja. Dus ging ze zeggen, als je wil weten hoe een bevalling voelt... Ik denk, waarom zou ik willen weten? Ze zeggen, als je wil weten... Het was ook echt zo'n vrouw. Als je wil weten hoe een bevalling voelt, dan moet je maar eens proberen om een sinaasappel dwars door je neusgat te duwen. Maar toen dacht ik, hoe weet zij hoe het voelt om een sinaasappel... Als je dat hebt uitgeprobeerd, ben je toch ziek in je hoofd, of niet dan? Hoe lang duurt een zware bevalling? Hoe lang? 24 uur? Oké. Griep duurt een week. Ja. Nee, het punt dat ik wil maken is dat we niet per se kinderen krijgen hoeven te stimuleren en te subsidiëren. 80% van de grote wereldproblemen komt doordat we met te veel zijn. Oeh, er is woningnood. Nee, we zijn met te veel mensen.
Oh, de snelwegen worden te smal. Ja, we moeten de snelwegen breder maken. Nee, we zijn met te veel mensen. Oh, er is te veel stikstofuitstoot. Ja, want we zijn met te veel mensen. En dan gaan we bij ieder kind dat er geboren wordt. Oh, hier heb je een subsidie van de overheid. Dat slaat nergens op. Hey, sterker nog, ik vind dat we moeten omdraaien. Iedereen hier zonder kinderen krijgt vanaf nu af aan €1500 netto in de maand. Ja, en dan... Dankjewel, mensen zonder kinderen. En krijg jij alsnog per ongeluk een kind, pats €500 inleveren. Twee kinderen, €1000 inleveren, drie kinderen, alles kwijt. Ja? Geen kinderbijslag, kinderafslag. Daar moeten we naartoe. Eigenlijk zou er gewoon een politieke partij moeten komen die gewoon oprecht hier aan iedereen vraagt in dit land: willen wij in dit land meer of minder kinderen? Nee, kinderen hoeven niet de norm te zijn. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Guido, heb je geen kinderen? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Mag die vraag ook gesteld? Sommige mensen willen geen kinderen, sommige mensen kunnen geen kinderen. Maak niet van jouw verwachting mijn verplichting. En het mooiste antwoord op deze vraag, waarom niet, die hoorde ik vorig jaar bij een tv-programma. De zanger van The Kick, Dave van Raven, zo'n Rotterdammer met zijn zonnebril op. Die zat bij een tv-programma en toen ging die presentator zo een rijtje af. Toen zei hij zo, oh, en heb jij kinderen? Ja, ja, heb jij kinderen? Ja, ja. Oh, Dave, heb jij kinderen? En toen zei Dave, nee, ik heb geen kinderen. En toen zei die presentator, oh, waarom niet? En toen antwoordde Dave, omdat er tegenwoordig hartstikke goede anticonceptie bestaat. Zo'n antwoord. Eerste berichtje dat ik dit jaar zag, 2 januari 2022 op nu.nl, Dave van Raven vader geworden. Ja. Ik hou zelf heel erg van ongemak en vooral op televisie. Dus daarom hou ik heel erg van het programma Lang Leven de Liefde. En meer fans hoor ik. En het fragment dat ik ga beschrijven heet Stadskanaal. Voor de mensen die het al kennen, voor de mensen die het nog niet kennen, straks even allemaal op YouTube zoeken, Stadskanaal Lang Leven de Liefde. In dat fragment worden twee eindvijftigers bij elkaar gezet in een villa. En bij Lang Leven de Liefde moet je dan 24 uur samen doorbrengen en kijken, is het een match of niet. En eerste momenten zijn altijd ongemakkelijk. Heerlijk om naar te kijken. En zij vraagt zo aan hem, oh, en heb jij kinderen? En dan zegt hij zo, ja, ik heb 3 zoons en een dochter. En jij? En dan zegt zij, ja, ik heb 1 zoon van 28 en een dochter, maar die is dood. Ja, die is, toen ze 16 maanden was, is ze het water ingelopen. En toen hebben we er een stadskanaal hebben we er uit het water gehaald. En toen heeft ze nog 9 maanden in coma gelegen, maar uiteindelijk heeft ze het niet gered. En dan antwoordt hij... Oh, dus je komt oorspronkelijk uit de buurt van Stadskanaal? Wauw. Wauw. Ik keek dit. Ik denk, nee, wat zegt hij nou? Wat een hork. En ik keek het nog een keer terug en toen dacht ik, nee, het is ook gewoon ongemak. En toen keek ik nog een keer terug en dacht ik, nee, het is toch een hork. Nee, maar hoe denkt hij? Hoe werkt zijn brein? Denkt hij, oma, als er een zwaar onderwerp komt, ik moet het per se lichter maken. Hoe denkt hij? Nee, wat zou er gebeuren als je tegen hem zegt, wow, tering, man, er is net gewoon een Spanjaard in een vrachtwagen, zo de dijk afgereden, zo onze buurtbarbecue in. Nee! Heb je wel gewoon genoeg kunnen eten dan? Hoe denkt hij? Tering, zeg, ik moet even op de fiets naar het ziekenhuis, want ze hebben een tumor in mijn hoofd ontdekt. Heb je wel een elektrische fiets dan? Hoe denkt hij? Hoe denkt hij? En ik zie dit gebeuren. Ik zie hem dat zo doen. Ik denk, wat slaat er nou op, man? En ik denk, dit moet toch niet goedkeuren? Hier moet je toch iets van vinden? En ik merk gewoon dat ik zelf een beetje kwaad word. Ik merk dat ik zelf een beetje opgehitst raak. Dat ik een beetje kook van woede. En ik denk, ja, jongen, Guido, hier ga ik eens een comment over schrijven. Dus ik begin zo te typen. Ik zeg, jongen, wat slaat er nou op, man? Wat ben jij nou voor eens? Halverwege denk ik, maar Guido, wat ben jij nou aan het doen? Guido, doe eens even normaal, maar doe eens even niet zo agressief. Je bent geen Will Smith.
Guido, die man die... Ja, iedereen zegt wel eens een keer iets geks. En hij zegt het toevallig op tv. Maar die man is geen slecht mens. Guido, doe even rustig, man. Koel een beetje af. Haal een beetje adem. Dit jaar kwam die vriend van mij weer langs in Zuid-Limburg. En het is wel vreemd om te merken dat als je in een bepaalde fase van je leven zit, dat je een ander soort gesprekken krijgt. Gesprekken over grote dromen, kleine wensen. Ik ging ook wandelen. Ging me vanuit het huis, beneden naar het bankje, metertje of 300. En iedere keer als we op het bankje zaten, dan dacht ik, misschien moeten we proberen om toch nog een stukje verder. Misschien moeten we proberen om toch nog te kijken of er meer en meer en meer. En die vriend zat gewoon. En die zei, Guido, ik ben hier zo gelukkig, hè. Moet je dit uitzicht eens kijken? Ik kan hier zo van genieten. Prachtig. En de zon op ons gezicht deed de rest. Maakte hij ook nog een grapje. Zei die, Guido, niet te lang in de zon zitten, hè. Krijg je kanker van. Ik dacht, misschien is dit wel de grootste opdracht voor ons allemaal. Niet alleen maar meer en meer en meer moeten. Maar als het niet anders kan, minder ook omarmen. Ik zie om me heen millennials de hele wereld overvliegen op zoek naar geluk. Ik weet waar het ligt. Op het bankje. Soms is minder gewoon prima. Minder oorlog. Minder anderen veroordelen. Minder suiker. Minder Nick en Simon. Minder toeslagenaffaire. Minder dickpics. Minder moeten. Minder to-do-lijsten maken. En soms ook meer. Meer naar onszelf kijken. Meer not-to-do-lijsten maken. Meer ontmoeten. Meer voelen. Meer luisteren. Meer Jutta Leerdam. Meer treinen. Meer natuur. Meer respect. Meer zegeningen tellen, meer liefde. Maar ook minder. Minder scrollen. Minder honing, minder dopamine. Minder schermtijd. Minder van meer en meer van minder. En dat is niet altijd heel moeilijk, hè? Dat is meestal gewoon een kwestie van afkoelen en ademhalen. Thanks for your time, and I wish you a good night, or a good day, and a good life. All the love, all the power. Gelukkig nieuwjaar. Dankjewel.